De gloednieuwe brug bij basisscholen De Phoenix en de Koolflat wordt in de vroege ochtend nog uitgebreid versierd. We gaan slingers ophangen. We hebben al een paar heliumballonnen. Nou ja, we zijn gewoon heel blij dat de brug er gekomen is. En dat die langzaam verkeerbrug er is, is te danken aan de inzet van de leerlingenraad. 2 jaar geleden begonnen zij met de actie voor een brug, want bij school is het gevaarlijk, vinden ze. Het is hier heel druk. De veiligheid van kinderen is best wel belangrijk, want ze moeten ook nog gewoon naar school kunnen. En er komen hier echt heel veel auto's langs. Daarom willen we daar, bij de nieuwe andere parkeerplaats, willen we een brug. Zodat ze daar gaan parkeren en over de brug naar het schoolplein gaan lopen. Zelfs in het gemeentehuis lobbyden ze bij raadsleden en wethouders voor hun zaak. En met succes. Dan over de brug naar het schoolplein. Afgelopen maand werd de brug bij de Laansloot gelegd. En maakt nu een korte verbinding naar de speciale schoolparkeerplaats. Om deze parkeerplaats gaat het. Dus we hopen dat hier straks iedereen gaat parkeren. Zodat we rondom de scholen ook het veilig houden voor de kinderen die aan de andere kant van de wijk naar binnen komen. Maar dat hebben ze allemaal zelf geregeld? Absoluut, ja. Kanjers zijn het. Ja. Ja, echt super trots op ze. En dan is het eindelijk zover. Jullie hebben het niet zomaar gekregen, die brug. Daar heb je best wel moeite voor moeten doen, toch? Ja, want als eerste moesten we naar de wethouder en daar moesten we ervoor zorgen dat hij zou komen. En gelukkig was de wethouder het meteen mee eens van ja, jullie hebben wel gelijk. Het is eigenlijk bijna onvoorstelbaar dat het niet nog meer jaar duurt, zeg maar. Het is wel een hartstikke mooie brug. Ja? Ja, en heel belangrijk.